straks zei, dat we allemaal wat dichterbij komen. Dat maakt het voor René ook wat gezelliger. Dat maakt het voor iedereen eigenlijk gewoon gezelliger. Ik heb vanmorgen nog heel even kort op het web, op internet gesurfd. En daar kwam ik iets tegen wat mij bijzonder aansprak. Together in Love, dat is het singeltje van René wat onlangs was uitgekomen. Dat is op YouTube maar liefst 76.000 keer al bekeken. Ja, dat verdient wel een applausje. 76.000. Dus we hebben vanavond niet te maken met zomaar een of andere artiest. We hebben echt te maken met de topartiest René van Ginkel. En ze is hier ook, dus ik zou haar graag even willen uitnodigen om even naar beneden te komen. Haar publiek te aanschouwen en de cd-release te gaan doen. Ik begrijp dat jullie eerst het introotje gaan doen. Vind ik ook goed als ze daarna maar wel naar beneden komt. Ja, beloof je dat? Dames en heren, de hoofdact van vanavond, René van Ginkel.
En dan de